Yo, ik ben Giel. Thomas. En dit keer hebben jullie bepaald dat we een bloemetje moeten gaan brengen aan de mensen die ons niet zo heel leuk vinden. Nou, alsjeblieft Giel. Alsjeblieft Thomas. Dankjewel. Thomas, ja. De kijker die bepaalt altijd wat wij moeten doen. Ja. En die heeft dit keer de opdracht ingediend dat wij sorry moeten gaan zeggen. Jawel, sorry. Tegen de mensen die wij het afgelopen jaar of jaren het erg lastig hebben gemaakt met onze opdrachten. Ja. Oh, daar krijgen goede vingers van, hè? Ik moet even draaien, ik moet even... Hoppakee, wielklep bij de politieauto. Dus niet tegen alle vrouwen die wij lastig hebben gevallen, maar vooral... de bouwmarkten, de tuincentra en de politiebureaus. Ja. Stefan is er niet, dus wij mogen het werk voor hem opknappen. Is jouw moeder ook thuis, of niet? Ja, die is thuis. Oké, dan gaan we daar eens langs. En vandaag gaan we even iets anders doen dan normaal. We gaan sorry zeggen. Het probleem is van een bosje bloemen aan iemand geven. Ja, eigenlijk, je zou zeggen dat is geen probleem, want het is iets moois. Maar ik ben het probleem, want ik geef dus nooit aan iemand een bosje bloemen. Dat wordt heel awkward. Ik kan niet eens een bosje bloemen vasthouden. Godzakken zeg. Zo, we gaan door. Oké, we zijn aangekomen in Hoog Catharijne in Utrecht en ik ga op zoek naar de beveiliging. De vorige keer wisten ze ons heel makkelijk te vinden. Ga stoppen, je oma die? Ik kan hem niet tegenhouden. Opruimen. Nee, ze zitten vast. Ik kan ze er echt niet af. Wat zeg nu? De politie komt. Ja, dat moeten we doen. Maar ik heb vandaag geen skis aan natuurlijk, het scheelt. Dit bosje bloemen gaat naar het tuincentrum hier. Thomas heeft hier de boel opgefokt, dus ik ga zijn probleem even oplossen. Sorry. Hallo, we komen dit keer een bloemetje aanbieden. Is het oké? Ja. StukTV. Ja. Is het oké als dat filmen? Helaas niet. Nee, je moet echt toestemmen van de jaren. Misschien dat de vorige keer is filmen. Ja. We even het managementteam bellen dat we er zijn. We krijgen voicemail. Het bosje bloemen zit niet meer goed. In dit tuincentrum is een hoop gebeurd. We hebben een heg. Ongevraagd geknipt. Dit is zo fucking ongemakkelijk pikken, niet normaal. Deze boom, hè, daar kon wel een stukje vanaf, zei die mevrouw. Ja, dat was deze. Nou, dan daar moet sowieso een stukje vanaf, anders past het niet in mijn auto natuurlijk. Hoppa, zo, hoppa. En toen is de politie gekomen en toen hebben we ook nog eens een jaarverbod gekregen. Eigenlijk mag ik helemaal niet naar binnen. Hi, ik ben op zoek naar de bedrijfsleider slash eigenaar. Mag ik vragen waar het... Nee, ja, dat kan ik pas vertellen als ik het bloemetje aan kan geven. Het bloemetje is nog steeds niet mooi. Ja, dat wordt pas... Ik heb het bij de beveiliging gecheckt van Hoog Catharijne en we zijn nu op zoek naar degene die leiding geven over Hoog Catharijne en de mensen. Je moet natuurlijk wel de juiste persoon hebben. Hallo. Ja, ze wil alleen niet op beeld. Oh, dat geeft helemaal niet. Zeker. Maar we willen ons excuus aanbieden voor dat gedoe de vorige keer met die skis. Kom maar, Thomas. Ja, dat moet ik geen tijd voor jullie. Oh, nou, dan gaan we even door. We moeten gaan. Loopt uit de hand. Maar jullie mogen niet aan ons zitten. Nou, we zijn er jongens, wat gezellig. Mogen vond ik je wel weer gewoon langskomen? Ja, maar bel even. Oké, dat bellen we van tevoren. Oké, dankjewel. Oké. Ze wilde niet dat we kwamen filmen, dat snap ik natuurlijk. Maar we hebben ons excuus aangeboden, hebben ons bloemetje uitgedeeld. En dat vonden ze echt super aardig, dus daar ben ik erg blij mee. Op naar de volgende. Zo akker dit, hè. Er stonden rotbloemen, jullie willen meewerken ook momenteel. Sorry. Het spijt me. Bent u de bedrijfsleider van Intratuin? Kent u me nog? Moet ik even graven. Wij zijn hier ooit geweest. En toen hebben wij een jaarverbod gekregen op dit tuincentrum. We hebben hier ongevraagd een plant geknipt. Oh ja. Goedendag. Kan ik jullie helpen? Ja, ik ben bomen even aan het bijwerken. Dat is mooi. Zeker. Denk je dat het de bedoeling is? Nou, ik had net aan uw collega gevraagd om... Nou, niemand hoor. Jawel. Kom, ga even naar voren, ga even je spuitje bijhalen. Stop maar even met filmen, joh. Ja, doe maar rustig. Rustig dan. Eventjes, rustig. Ja, oh ja. Toen, ja, ik was er zelf niet bij. U was er zelf niet bij? Maar ik weet wel dat dat nogal wat voet van in de aarde had. Ja. Mooi toch? Het is eigenlijk een hartstikke lelijk bloemetje. Ik wil gewoon even sorry zeggen, want jullie hebben hier vast en zeker veel mooiere planten. Wil je me toch meenemen? Ja, zeker. Ja, oh, sorry. Ja, nou ja, excuses. Ja, een gegeven paard. Ik kun niet in de bek kijken. Nee. Ja, hey, dankjewel hè. Tot ziens hè. Hoi. Hoi. Het ging wel goed volgens mij, denk ik. Maar ik heb nog steeds een jaarverbod. Daar heeft hij niks over gezegd. We zijn aangekomen bij Squash City in Amsterdam. Ongeveer een jaar geleden heeft Stefan hier een wedstrijd verstoord. Ik ben heel benieuwd of ze het überhaupt zelf nog weet. Oh. Wat een miscommunicatie. Ja, ik film alleen hem. Hij hoort erbij, hij hoort erbij. Ja, ik zie het. Maar ik zie het ook aan. Oké. Hij wil in de raam wassen. Dat was grappig. Oké. Hoi. Hoi, ik heb een vraagje. Je hebt een jaar geleden ongeveer een opdracht gefilmd. Zeker. En hij wilde een bloemetje aanbieden, maar de vraag is, mogen we dat filmen of willen jullie liever niet op beeld? Wat doe je met dan als je het gefilmd hebt? Dan maken we nu een aflevering dat we tegen iedereen sorry zeggen. Ik heb een contract getekend dat jullie op de game komen. Nou, alstublieft. Ja, jongens, succes ermee. Dankjewel. Nou, verrassend. Ze wilde helaas niet op beeld. Ze konden uiteindelijk wel om lachen. We zijn wel een beetje het vertrouwen weer aan het opbouwen. Mensen vinden het wel leuk om mij weer even te zien. Hey, dit is wel weer gezellig. Ik heb dit zelf gedaan, wij als StukTV hebben dit gedaan, dus dan hoort een bloemetje en sorry wel op zijn plaats. Dan kunnen we natuurlijk volgend jaar weer opnieuw beginnen. Hè? Kunnen we weer langskomen. Bij de Hornbach is natuurlijk weer tijd voor een bloemetje. Doei! Nee, doe Anneke! Anneke, door! Godsamme! Mooie tulp uit Amsterdam. Ik ga naar een plek toe waar wij weer zo ongelooflijk onaardig zijn geweest. Schoenen zoeken. Hoop schoenen hier, mooie schoenen. 1, 2. Ik heb het natuurlijk over een schoenenzaak waar wij als Sinterklaas enorm veel schoenen hebben gevuld. Oh, kort. Dus we gaan ook hier even sorry zeggen en een bosje bloemen brengen. Sluit ramen en deuren, want nu kom ik eraan en nu breekt meteen de hel weer los. Hallo, bosje bloemen, hallo. Oh. Ik ben net bij de Hornbach geweest, ik heb mijn excuses aangeboden, ik heb sorry gezegd, bloemetje gegeven. Ze kon het enorm waarderen, ze vond het echt wel grappig. Maar als ik de beelden wil uitzenden, dan moet ik via het hoofdkantoor en daar heb ik absoluut geen zin in. Dus dan maar zo, we zijn hier bij de Hornbach. We zijn hier, hoe lang is het geleden? Denk ik een jaartje geleden. Toen kwamen we met skis en veel bravoer kwamen hier binnen. Ze hebben mijn skis ingenomen. Als jij weer normaal gekleed bent, mag je het komen halen, goed? Ik wil mijn skis terug. Ik wil mijn skis terug, jongens. Ik wil mijn skis terug. Dat bloemetje, alstublieft. Hij is nu weer goed tussen ons, toch? Ja. Dankjewel, Marco. Yo man, ik zoek de bedrijfsleider. Ik. Ben jij dat? Ik ken jou. Wie is die vrouw die hier heel boos is geworden? Hallo, hey, ben je doof of hoe zit het? Hij heeft wat in de oren. Ik zeg toch net otrot, of niet? Oh, sorry. Dat wist ik niet. Hup. We komen gewoon schoentjes vullen. Dag Sinterklaasje, dag, dag. En hebben jullie de aflevering gezien? Ik kom ze nog steeds tegen. Je komt nog steeds pepernoten tegen? Dat ja, meen je? Schuimpjes vooral, hè. Ja, het is eigenlijk een heel lelijk bosje bloemen, maar weet je... Het gaat om het gebouw, hè? Wat vond ze er zelf van? Ja, niet leuk natuurlijk. Ze had niet verwacht dat er 3 Sinterklaasen tegelijk binnenkwamen. Ik dacht ook dat er maar 1 bestond, maar opeens zag ik er ook 3 in. Ik denk zo. En het is natuurlijk best leuk dat er nog in al die schoenen zitten nog steeds pepernoten en schuimpjes. Heb ik het toch goed gedaan. We zijn nu inmiddels in Amsterdam. Ik ga hier naar het politiebureau waar ik laatst een wielklem heb gezet. En daar ga ik oprecht mijn excuus voor aanbieden, want dat was gewoon echt heel erg dom. Even stop met filmen alsjeblieft. Met het ding eraf halen en even 2 in de identiteitskaarten gaan. Waarom zijn jullie dit nou aan het doen? Ja, ik dacht een leuk grapje uit te halen. Leuk grapje uit te halen. Het is een 1 en 2 melding van de reanimatie. En dan kunnen wij niet naar de reanimatie toe. Nee, ik hoop dat ze de bloemen aannemen. En dan ben ik heel benieuwd wat ze ervan vinden. Ik ga het probleem van Thomas oplossen, want Thomas is in een borrelstring hier de winkel ingedoken. Thomas, je had hier zelf ook naartoe kunnen gaan. Hallo, ik weet niet, kent u mij ergens van? Nee? Ja, hallo, hoi. Ik wil je weer een jaarverbod hebben. Hebben jullie de aflevering gezien? Ja. Ik ga niet weg, ik wil een jaarverbod. Nee. Gewoon niet alles. Nee, ik moet een jaarverbod hebben. Krijg voor mij een dank je wel. Ik zit eigenlijk de hele tijd met vrienden in klaprozen, maar dan sla ik ze gezicht. Maar dat moet ik bij jullie niet doen. Nee, maar er zit doorn in, dat vind ik niet zo dat moet ik niet doen. Nee. Nou, dank je wel. Hartstikke leuk dat jullie er waren. Willen jullie nog een bakje koffie of gaan jullie hier? Nou, ik lust wel een bakje koffie, een theetje, lekker zo. Van in je borrelstring rondlopen in de bouwmarkt en ruzie trappen tot vrede sluiten en een theetje drinken in de kantine. Zo kan het ook. Ze ruiken wel lekker hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar is de... Ik kan mijn moeder geven hoor. Hè? Nee? Waar is de receptie? Waar kan ik iemand spreken? Die kant? Ja. Super. Jullie mag niet gefilmd worden. Ja, zullen we dat even vragen? Ja. Dat moet je even niet doen dan. Nee, is goed. Moet je even uitzetten. Helaas wilden ze niet op beeld, want dat moet natuurlijk via het hoofdkantoor. Nou, die bureaucratie, daar werken wij bij StukTV niet aan mee. Desalniettemin zijn we nu weer helemaal oké, de politie in stuk. En ik hoop ze voorlopig niet meer te zien. Als we hier sorry willen zeggen, dan heb ik minimaal 3 bosjes bloemen nodig. Stefan, het ging niet helemaal goed hier. Ik geef je 5 seconden om eruit te gaan. Ik kan er echt niet uitgaan. Jij bent de camera nu weg. Er wordt nog niet gevochten, maar op dat moment sta ik wel. Ik ben op zoek naar de bedrijfsleider. Het is meteen een bepaalde spanning hier zo binnen. Hallo, hoi, mijn naam is Giel. Dag Giel. Hoi, ik ben van het... ik denk dat u best wel kan inschatten waarvan ik ben. Zekers. Nou ja, ik vond het was niet leuk hoe Stefan het heeft gedaan. Gewoon een beetje zielig het gedrag. Als u mij gewoon een blaadje had geschreven, dat vind ik helemaal prima. Ik heb geen keus, meneer. Ik kan ook wegrennen, maar ik kan ook netjes wachten tot de politie het even uitleggen. Wat jij wil, als je maar aan mijn winkel uitgaat. Deze postbloemen zien er een beetje lelijk uit. Ah, maar nee joh, het komt er goed uit. Ik word zenuwachtig van. Kijk eens alsjeblieft. Ik ga je een hand geven. Kijk, goed zo. Dankjewel. Zand erover en je mag Stefan hoef je nooit meer binnen te laten hoor. Tot ziens hè. Joe, hoi hoi. Ik kwam niet uit mijn woorden. Ik vond dit zo gênant. Ik vond dit moeilijk. Ik hoop dat jullie allemaal deze aflevering fucking gruwelijk vonden. We kunnen weer met de schone lei beginnen. Dus heb jij nou toffe ideeën die wij moeten gaan uitvoeren? Ga dan even naar onze website www.stuk.tv. Want jongens, hoe je het went of keert, we zullen altijd het randje opzoeken die jij leuk vindt. Ciao en liefde. En we zien je gewoon weer zaterdag en volgende week. Tabé!